Racing Sports Network presenteert. Terugblikverslag met Roy Versnel en Evert Kras. Vandaag spoelen we terug naar Radiator Springs. Blixen McQueen reed als een ware sloopkogel door die stad. En nu heeft hij de schone taak om het op te ruimen. Dat leverde hem een leuke en liefdevolle date met Bessie op. Oh man, je mag gaan werken met Bessie. Ik zou mijn linker voorwiel geven voor zo'n kans. Bessie? Wie is Bessie? Weet je hoe ze op die naam zijn gekomen? Ik zou het niet weten, Roy. Basic Service Equipment. BSE. Bessie. Het lijkt erop alsof Bessie wel een upgrade kan gebruiken. Oh, nee. Je kijkt naar de sterkste, zwaarste, warmste stratenmaakster ooit gemaakt. Alles wat ze nodig heeft is iets meer dan 700 pk om aan de slag te gaan. Ik denk dat dat geen probleem is met bliksem in de buurt. Dus we ketenen je vast aan onze Bessie en jij gaat haar trekken. Ah, dit meent u toch niet? Spoilerwaarschuwing, dat is de beroemde Doug Hudson. Ja, Roy, dat weten we. Je begint hier waar de weg begint. Je bent pas klaar daar waar de weg ophoudt. Er is altijd een juiste manier en een iets minder juiste manier om iets te doen, Evert. En het bestraten van een weg is niet anders. Laten we eerst even kijken naar de wat minder juiste manier. Kijk hem gaan! Hij staat op het punt van overhitting. Het probleem is, hij is te haastig te werk gegaan. Toch, Roy? Ja. Precies. Kijk maar, ik ben klaar. Wanneer je aan het haasten bent, is het beste wat je kunt doen terugschakelen naar standje tranquilo. Anders moet je dezelfde klus gewoon nog een keer doen, maar dan goed. Kijk naar hem. Die maffe takel werkt echt op mijn lachmachines. Bij mij ook, Roy, maar Bliksem lacht niet. Hij wordt gedwongen om al dat harde werk weer ongedaan te maken. Ik zal je wat vertellen. Als Bliksem zo doorgaat, krijgt hij nooit een tweede date met Bessie. Laten we even terugspoelen naar de levensles die Doc gebruikte om de mindset van Bliksem te veranderen. Wanneer heb jij voor het laatst eens niet aan jezelf gedacht, trekhaak? Dit deel maakt me altijd emotioneel. Nee, dat dacht ik al. De juiste woorden op het juiste moment kunnen door een dikke, koppige kap heen komen. Kijk daar eens, Bessie geeft hem zowaar een tweede kans. Zullen we eens kijken of hij dit keer wel indruk op haar kan maken? Een echte dame zoals Bessie houdt er niet van om onder druk gezet te worden. Bliksem beweegt langzaam en stabiel, zodat de teer gelijkmatig wordt verdeeld. En kijk eens naar het resultaat. Moet je die nieuwe weg zien die Bliksem McQueen heeft afgemaakt? Nou. Ik denk dat Bliksem hier een waardevolle les heeft geleerd. Als je gemotiveerd bent om anderen te helpen, is het makkelijker om de dingen op de juiste manier te doen. Kijk eens hoeveel ze van de nieuwe weg genieten, Roy. Dit is fantastisch, hoor. Ik krijg tranen op mijn voorruit. Evert, heb je een nieuw ruitenwissersblad voor me?